Maar het is weer zover. Lotto time. Wie wil er deze week schatrijk worden? Ja, wie wil dat nou niet? Patrick, wij spelen al jaren met die lotto van en we hebben nog nooit iets gewonnen. Dus waarom zouden we nou willen winnen? Allee. Bates, deze week gaat het lukken. Ik voel het. Het geld gaat hier binnenrollen, jong. Ik wil wel winnen, zo. Ik wil eens naar IJsland, het Noorderlicht zien. En ik zou eigenlijk graag een tattoo willen. Echt? Maar geen gewoon, hè. Ik wil iets speciaals op mijn lijf. Zo'n ondergaande zon. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. De tango dansen. Ja, en ik wil dat die achterstallige PV's eindelijk een keer afgewerkt geraken. Wel hier precies, een zotte kot. Ja, en thuis is het al niet veel beter. Oei, wat is het, commissaris? Stress? Ja, ik moet een week babysitten op de tweeling van mijn dochter. Nu, mannetjes, ik zie die kleine graag. Maar ik kan u verzekeren, op het einde van de dag zo gaat ervan. Hè? Dat je zo gaat, dat niks met die kinderen te maken. Dat is gewoon de leeftijd. Nee, verdomme. Ja. Zo, zie. En wat doen die meneer van het zwembad hier? Hè? Zijn die toch maar net geweest? Nee? En ze stonden op mijn plaats. Oh. Schat? Je bent thuis. Werner? Allee, we gaan een baasje zoeken, hè? Werner? Geerda. Geerda. Werner! Hier. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben mij overvallen. Oh. Zijn voorzichtig, Geerda. Ja. Ah. Haha, dat is jouw schuld. Zeker weten. We moeten de politie bellen. Hallo? Hallo, politie? Er zijn inbrekers in huis. Mijn man is gewond aan zijn hoofd. Rustig, rustig. Wat is uw adres? Breidelstraat, 218. Oké, mevrouw. Ze komen direct. Wacht, meneer. Ik hoor iets. Wacht. Oh, nee. Ze pakken ook onze David mee. Ik durf ze niet al tegenhouden, ze. Nee. Dat mag u zeker niet doen. Politie en ambulance zijn al onderweg. Vertel gewoon rustig wat u ziet. Oh, verdomme, Gambia belt. Ik denk dat er vanaf ook een hoek af is. Ja, ho. Ja, die rijden dus weg, hè. Die hebben al ons spaargeld mee. Rustig blijven, onze ploegen zijn er bijna. En nu? Huh? Zeg, ons Fleur is helemaal genezen, hè. Is het waar? Ja, de koorts is weg. Dat is gewoon. En ze is terug naar school vandaag. Terug naar school, ja. Dat is fantastisch. Charlie 710 van dispatch, over. Ja, hier Charlie 710, wij luisteren, over. Assap naar de Breidelstraat 218. Ja. Dieselbraak in woning met geweld. Daders weggevlucht in witte bestelwagen. Belettering zwembad. Oké, we zijn daar in de buurt. We gaan daar naartoe. Hebben we een nummerplaat, over? Geen nummerplaat. Twee dames en we hebben David mee. David? David? Dat is een... Dat is die in de zon dan of zo? Dat is een in de dispatch en ik heb niet meer info. Out, out. Hier is Wilbert. Dat zijn volgens mij die mannen. Dispatch, hier Charlie 710. Wij zijn in achtervolging van die witte camionet met die zwembadletters erop. Nummerplaat 1, Kilo Radio Delta 170. Over. Plane, de flikker achter ons. Waar gaat dat wel rapper, idioot? Dan hadden we maar moeten een Porsche kan uitpikken in de plaats van dat wrak hier. Flashman, hè? Overval met geweld. Brigitte en Erik zijn achter de daders aan, maar er moet een ander team naar de plaats delict. Oké, okay, Floor, Obi, vertrekken. Je krijgt al info via de radio. Oké. Okay. Is er nieuws over slachtoffers? Werner de Graven en zijn vrouw, dat is alles dat we weten. Dat is die aannemer, die grote aannemer, toch? Ja. Steenrijk, dat schijnt, maar die hebben het graag stilletjes. Maar ja, dan moeten die mensen er toch van weten? Blijkbaar wel. Alleen omdat die niet aan de kant gaan staan. Maar het is rood, ze moeten stoppen. Ja. Dan hebben we ze. Oké. Okay. Ik ga eruit stappen. Het is rood! Oh, ja, rechts is goed. Ik zie dat we hem niet kwijt geraken, hè. In zo'n geval, ver in Oceaan, hè. Oh, je hebt mensen die dat echt niet kunnen raaien, hè. Die deur die staat open, hè. Ja, maar die deur die staat gewoon open. Allee, mannen. Oh, pas op. Oh, dat komt niet goed. Geld, Brigitte ziet dat hier vliegen. Dat komt hier niet goed aan. Mannetjes. Hey, Klane. Heb je dat nog gezien? Wat? Je had dat beeld vol met geld gestompt. Godverdomme, hè. Kwijst het, hè. Het is aanschot, omdat je gaat niet kan rijden. Ik niet kan rijden, hè. Dat ga je geen duiken doen. Verdomme, hè.
Mannetjes, achteruit. Achteruit allemaal. Ja, Brigitte, we hebben geen tijd. We moeten voort. We moeten achter die mannen. Dispatcher Charlie 710 over. Het nummer is 710. Die en David, dat is de David van Michelangelo. Wij zijn hier in de Volkstraat en die mensen zijn allemaal geld aan het opruimen. Dat is het vol geld. Dat is Brigitte. Erik en Brigitte achtervolgen die camionet met de inbrekers. Alle vier naar die steenweg, dat ligt daar vol geld. Radio's pakken, ik heb uw pul. Dan moeten we geen pv's meer afwerken. Als je niet spoedt dat je vertrekt, dan kunnen de rest van je leven pv's afwerken. God, dat jullie, waar zijn die ene, jong? Ja, ik zie ze niet meer, daar waren ze alleszins niet. Brigitte, die kunnen nog alle kanten zijn. Die mensen zijn wel al dat geld aan het oprapen, hè. Zeg. Ik heb het geld. Wat is dit, man? Oké, mannetjes, verspreiden. Iedereen tegenhouden, dat geld afpakken en nummerplaten noteren. Wat is dat, jongen? Die hebben de lotto gevonden. In de lotto gevonden, of wat allemaal? Hier is een auto. Dat zit daarin. Ja, en ging druk nog. Alles laten vallen. Ga eens opzij, kom aan. Die kop zit ook nog vol. Hé? Er zit ook nog geld in. Er zit ook nog geld in, ja. Zie, jongen. Mannen, geef dat eens allemaal terug. Dat geld is gestolen. Alles terug op de grond. Dat weet ik niet. Dispatcher Charlie 710. We zijn het spoor bijster van die witte camionet met de letter zwembad op aan de E19. En we weten niet welke richting dat ze uit zijn. Over. Mannen, geef dat eens allemaal terug. Dat is geen avans. Ja, we gaan een barrie op naad walen. Dan gaan ze misschien luisteren. Gewoon tinneke. Toen is al veel volk met geld wassen. Hoe lang stond jij hier al, Stafke? Moet toch alle bekjes doen. Zeg, mannen, kom. Het is hier goed, hè. Mannen, kom aan. Achteruit. Leg dat geld neer en ga achteruit. Allemaal. Geld neerleggen, mevrouw, weg. Kom aan. Voor achteruit. Hey. Geld neerleggen. Geld neerleggen, achteruit. Mevrouw, leg dat geld neer en gewoon weg. Hey. Dat kinderen gaan. Neerleggen. Geld neerleggen en weg. Dat alles. Mevrouw, leg dat geld neer. Neerleggen, kom aan. Geld laten liggen. Oeh, dat gaat passeren. Oké. Ja, het geld dat ik verzameld heb van mijn leden. Ah ja, oké, misschien. Maar ik heb jullie twee ook nog zien grabbelen, hè. We hebben niets gepakt. Het is te hopen. Goed, merci. Kom maar. En, is het gelukt met u met de nummerplaten? Het zijn er wel, ja. Dat geloof ik. Rapen, hè, mannen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, even bezig zijn, zet Tineke. Heb je een stofzuiger bij of iets? Mijn man moet eerst naar het ziekenhuis en ik wil graag meegaan. Ja, u mag uw man vergezellen naar het ziekenhuis. Ja, en dan zullen wij de eerste vaststellingen doen. Oké, merci. Ja? Ja, let alsjeblieft niet op de rommel in huis. Hè. En kun je even de boodschappen in de frigo zetten? Goh, ik weet nu niet of dat... Voilà. Alsjeblieft. Ja. Dank je. Ik mag hier instappen. Ja, oké. Ja. Hoe jong? Amaitus. Valasse, hier is het fris genoeg. Allee, Floor, je kunt dat hier toch niet zomaar laten staan? Oh, zeg, hey, ja. Amai, jong. Die dieven die wisten ook waar dat geld zat, hè? Ja. Dat zijn volgens mij professionals. Oh ja, want die kindertekeningen hebben ze laten hangen, hè? Jij bedoelt dat? Ja. Dat is wel keiveel geld waard, hè? Dat is een Karel Appel. Karel Appel? Ja. Ah, oh, is hè? Een appeltje voor de dorst. Oh, op. Zeg, jong. Ja? Hé, hey, Obi, kijk eens. Daar. Camerabewaking. Ja. We kunnen die beelden opvragen, hè? Toch? Oh ja, dat is een goed idee. Ja. Ja. Oh. Hé, hey, dat is wel niet uw appel, hè? Oh ja. Allee, terug. Ja, leg dat terug. Ja. 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 Oh. Ja. Oh, mannetjes, door die bivakmussen zijn die gasten natuurlijk onherkenbaar. We hebben die nummerplaat nagetrokken, maar die auto staat geseind als gestolen. Dus qua identiteit zijn we nog niet veel verder. Bon. Er is hier natuurlijk veel verdwenen. Enkele waardevolle voorwerpen. Maar in dat beeld zat er een pak geld. Ja, maar en weten we al hoeveel het er juist in zat? Hoeveel totaal, dat weten we nog niet. Maar ik heb wel al geteld wat dat Femke en Robin hebben binnengebracht. En Tineke en Koen. Hoeveel is dat? Niet zo in spanning af, zeg dat gewoon.
360.000 euro kost. Wat? Allee. 360.000 flappen, dat is ja, ja. Al logisch, zeg. Goed, allee. Koen en Tineke, jullie gaan naar het ziekenhuis. Je gaat die slachtoffers ondervragen. Femke en Robin, vindt die camionet. Dus je laat dat seinen en je gaat op patrouille. Kom nou, de commissaris. Erik en Brigitte, alle klanten van Tofke van Reet ondervragen. Tofke van wat? Tofke van Reet. Dat is die brasserie. Dat valt eigenlijk goed mee, want ik heb juist een hongertje. Reet, zeg. Floor en Obi. Aan de brasserie, buurtonderzoek. Huis per huis, hè. Geen overslagen. Hè. Bellen, hè. Ik zoek ondertussen de eigenaars van de genoteerde nummerplaten op. Ah, hier. Ja. Bon, mannetjes, iedereen zijn oren en zijn ogen open. Hè. Want degene die op vandaag plots veel geld gaat uitgeven, die is voor mij verdacht. Hè. Dat mogen de gerust weten. Hè. Oei, okay. Ik wou juist gaan shoppen. Zeg, ik mag er toch op tellen dat er hier niemand van die team geld opgeraapt is. Ja, ja. Ja, geld niet, chef. Geld niet, maar nou, met een chacoche. Een barrière had op de plaats van de feit een chacoche meegepakt. Ja, maar bij de gestolen voorwerpen was er wel een handtas bij, hè, van die madame. Dus als je naar het ziekenhuis gaat, geef je die handtas terug. Ça va? Ja, maar ik denk niet dat hij erg content om je gaat zijn, want de barret was geperforeerd en dat was slijm al. Mannetjes, zeg, hey, we moeten dit oplossen, hè. Ja, oké. Okay. Okay. Ga jij dat uitleggen of ga ik het uitleggen aan die madame? Dat je die chacoche nog kapot gedaan hebt. Hé? Hey? Ons Nels. 360.000 euro zei dat Patrick, zeker, hè? Ja. Als je zoveel geld hebt, dan zet dat toch op een spaarrekening. Wie houdt dat nu in huis? Of je belegt dat toch of zo? Beleggen? Het eerste dat ik beleg, dat is met een boterham thuis. En dat is het enige dat ik beleg. Pakte jij die chacos? Ja. Ja, met een maat. Mooi, die chacos. Zeg, ik bewaar mijn spaargeld ook thuis, hè? Toch? Ja. In die kast links, als je binnenkomt, weet je wel? Zit daar geld? Ja, van boven zitten de pumps en daaronder zitten de naaltakken en daaronder zitten de bordjes ja, met een hak en daaronder zitten de lange botten ja. Met de korte hak. Mark? Koen, hey. Zie je mijn sterren? Nee, sorry, moet je lang naar het hospitaal? Ja, we moeten niet. Ja, maar is alles oké met sterren? Ja, sorry. Allee, ja. Nee, ja, ze mag naar huis. Hij mag, moet. En dan gaan wij thuis wachten op mijn telefoon. Hè. Als ze een donor vinden, kunnen we eindelijk die transplantatie doen. Ja, dat is niet fijn natuurlijk. Ik ga wel doorgaan, want ze zijn aan het wachten. Ja, maar wij gaan mee. Ah, krijgt mijn Mark tegenwoordig politiebegeleiding? Hé, hey, waar blijf jij zo lang? Ja, ik kon niet door, er was een accident gebeurd. Hé, hey, Koen, heb je Barry bij? Barry zit nu in de koffer, die is een beetje aan het rusten. Hè. Maar ik beloof dat ik hem de volgende keer zal meebrengen voor u. Is het goed? Ik zal zorgen dat hij rap is mee langskomt. Ja. Maar nu moeten wij wel een beetje gaan voortwerken, hè? Ja? Ja? Bye, hè? Van waar kende jij die Mark weer al? Van de voetbal, hè? Oh, dat is Mark van Bellis. Met Inge. Voetbal. Ja, met Inge getrouwd. En die hebben echt lang geprobeerd voor kinderen te krijgen. Ja. Maar hebben die vastgesteld dat hij een gecompliceerde hartziekte heeft. Dus die heeft eigenlijk een nieuw hart nodig, een transplantatie. Ze zijn aan het wachten op een donor nu, of wat? Ja, inderdaad. Maar zo'n jong kind en al een transplantatie moet nemen. Ja. Oh, dat is gewoon kind, hè? Ah, het is aan ons. Ja, dat is echt de max van de meisje. Oh. Hey. Hallo, de kamer van Werner de Grave, alsjeblieft. Goedendag. Goedendag. Goedendag, tafeltje voor twee. Nee, Brigitte Broeks. Erik Bules, lokaal recherche. We zoeken eigenlijk de baas. Dat ben ik. We hebben een paar vraagjes over dat beeld dat hier daar straks kapot gevallen is en dat geld dat eruit gekomen is. Goh ja, ik hoorde een knal. Ben ik naar buiten gelopen en ik dacht van ja, dat is weer iemand die tegen een auto zat, hè? Ja. Dus ja. Heb je iets gezien? Misschien een aantal van uw klanten zelfs. Hè? Nee, niet van mijn klanten, maar wel van uw collega's. En die zag je dat zo met zo'n hoop geld zo rondlopen, dus. Ja, zeg, Erik en Brigitte. Ah, stapje. Ja. Laat Linda Donaan een keer mij gerust met heel de affaire. Je ziet toch dat haar kop zot stoot van het werk. Dan moet haar klanten bedienen. Maar wij doen ook maar ons werk, hè. Hoe bezit ik hem? Ik moet al niet geven. Ah, wat moet je ons geven? Je hoeft het nooit niet geloven, wat dat er mooi overkomen is. Nou, was de affaire met dat geld gedaan. En we kwamen binnen. En ik kwam om een koffie drinken en dan moet ik een keer naar het kabinet. En daar ben ik mijn handen aan het wassen, hè. En ik keek zo een keer naar beneden. Zie nou een keer wat dat er onder een schoen plakte. 500 euro. 500 euro? En dat plakte gewoon onder uw zool en jij wist dat niet? Nee, ik wist van niks. En ik heb gepast, Stafke, je moet dat trek terug gaan geven. En ik wou dat aan alle collega's geven. Maar ja, dat horen alle weg. Nou, zou dat wel niet. Nou, ik
kan ik dat toch een halen meegeven? Ja, ja, natuurlijk. Dat. Ja. Hè? En allee, dat is toch nog wel iets interessants dat ik kan vertellen. Vertel. Ah, wel. We worden de bot, hè, met dat geld bij zich. De nazis, dan zat hij ook. Hè. En dan is hij ook mij naar buiten gegaan. Maar dan kwam de politie toe. Hè. En dan kost het niet rap genoeg voor hem binnen zijn. Dat is nog niet het een of het ander, maar ik vond dat precies een beetje vies, een beetje verdacht. Allee, dat is toch goed dat ik dat zeg? Hè? Ja, maar dat is heel goed dat je dat zegt. Ja, maar Brigitte, ik wil alleen maar helpen. Hè. Ja, maar dat is goed. Je hebt dat goed gedaan, Stafke. Allee. Ja, sorry, maar die Antas is hier toevallig van u? Ja, van het vorig seizoen, ja. Ah, ja. Ja. Want we hebben die ter plaatse gevonden en een barrière die we al een keer vast gehad, dus kan niet. Misschien dat er... Ah. Meneer, zeg eens. Wel, ineens stonden die daar. Ik heb nog een van mijn golfclubs genomen om mij te verdedigen, maar ja, die gasten waren snel. Die hebben die van mij kunnen afpakken en bij mij neergeslagen. Meer kan ik me niet herinneren. Hoeveel geld zat er juist in dat beeld? Ja. Wel, iets meer dan 800.000 euro. Hallo, dat is lappen. 800.000 euro. Zijn er mensen die dat daarvan wisten dat je dat geld daarin had gestoken? Of mensen met wie dat je een oneenigheid hebt of zo? Die, nee. Allee, ja. Maar ze werden er zo'n brave. Nee. Ja. Ja, 800. Sorry dat ik dat vraag, maar was dat misschien zwart geld? Maar nee. We hebben altijd onze betalingen gedaan, hè, onze belastingen betaald, al onze arbeiders zijn ingeschreven. Dat is nog een eerlijke mens, meneer Werner. Ja, maar allee, normaal mensen brengen toch hun geld naar de bank en die leggen niet 800.000 euro onder iemand anders. Nee. Ja. Zeg, jonge man, ja? Ik heb al te veel bankcrisissen meegemaakt. Denk jij nu echt dat ik nog vertrouwen heb in banken? Ja, nee, maar oké, je kunt dat geld toch in een kluis houden in de plek van in een beeld te steken. Ik vind dat nogal raar. Werner heeft mij te huwelijk gevraagd in Florence. Ja. Op de Piazza della Signoria. Gezondheid. Ja, en dat was dan een David van Michelangelo aan dat beeld. Ja. En toen we trouwden, heb ik een replica gekregen van een David. Dat is een romanticus, ja. Amai. Ja, en tijdens het transport van Italië naar België is er een arm afgebroken. En? Ja, we wilden dat beeld gewoon niet wegdoen. Hè. Dus we dachten van, we gaan dat een andere bestemming geven als spaarpot. 800.000 euro. Ja, ik koop niet aan de deur, hè. Maya, zies, is dat zo goed gezien? Ah ja, wij ook, hè. Zeg, we hebben van getuigen gehoord dat jij van de morgen op de plek waart waar dat geld rondvloog. Klopt dat? Ja. Heb jij geld meegenomen, Aziz? Ja. Alsjeblieft. Ja, yes, si, ben, dat is Portugees. Aziz, dat geld was gestolen. Dus kun je dat dan nu direct teruggeven? Nee. No. No. Nou, dat is ook Portugees. Ja, zeg, jongen, het is niet het moment om flauwe grappen te maken, hè. Maar ik heb dat geld niet meer. Heb jij dat dan allemaal al opgedaan? Maar nee, ik heb dat in bewaring gegeven bij de bank. Oh, dan kunnen we dat terug gaan halen, hè. Nou, dat zal niet gaan, hè. Ah nee, want anders droogt mijn lijm op. Zeg ik wel aan een groot kunstwerk bezig, hè. Een dag zoals vandaag, dat geeft me heel veel inspiratie, hè. Een nachtje in de cel, dat kan u ook heel veel inspiratie opleveren, hè, Aziz? Oké, Floor. Allee, kom aan, zeg. Jullie kennen mij, hè. Ik ben een eerlijke jongen, hè. Zou ik morgen alles terugbrengen bij het commissariaat, hè? Hoe? Beloofd. Maar, en hoeveel geld was dat dan? Ja, maar niet veel, ze. Echt niet veel. Ja. Oh, dat zullen we morgen dan wel zien, zeker? Ja. Voor mij is dit een erezaak. Ik kan niet tolereren dat onze gemeente berucht wordt omdat iedereen elkaar hier gaat bestelen, hè. Dat komt in orde, mevrouw de burgemeester. Dat mag u optellen. Trouwens, Floor en Obi zijn onderweg. Die gaan ieder moment hier zijn. Dus ik denk dat we aan de briefing kunnen beginnen. Nee, ja. Ik denk dat niet. We gaan wachten. U bedoelt? Ja, we gaan wachten totdat Floor en Obi hier ook zijn. Oké, okay, we wachten. Sorry. Het is het werk. Oh, sorry. Het is het werk. Ik vind gewoon dat we iets moeten oppakken. Oké, okay, mannetjes, zet er u bij. We gaan aan de briefing beginnen nu. Brigitte. Ja, Linda, die uitbaatster van de brasserie, daar worden we echt niks wijzer van. Die zegt gewoon niks. Maar Stafke zat daar ook. Ja. En die heeft ook een tip gegeven van Aziz. Ah ja, wij zijn daar langs geweest. En?
Ja, hij heeft gezegd dat hij morgen langs kantoor komt om het geld terug te geven. Okay. Allee, ja, dat heeft hem beloofd. Oké. Okay. Het is al wel komen. Hè. Femke en Robin, de camionet. Ja, die hebben we jammer genoeg niet gevonden. Maar ja, ik vermoed dat ze die wel ergens hebben verstopt. Want, allee, hoe dom zouden die zijn om er nu nog mee rond te rijden? Nee? Oké, okay, Ines? Ja, dit zijn alle eigenaars van de wagens die gesignaleerd werden. Oké, okay, die moeten allemaal verhoord worden. Gans die lijst. Van Bill en Mark. Zullen wij naartoe gaan? Ja, maar commissaris, als je bij al die mensen moet langsgaan, dan zijn ze met Pasen nog niet klaar. Hè? Ik wil eigenlijk een oproep doen in de pers. Een oproep? Ja, zodanig dat iedereen die iemand zag, familie, vrienden of kennissen die geld hebben opgeraapt, dat ze dit kunnen melden. Hè? Excuseer, mevrouw de burgemeester. Bedoelt u daarmee dat de mensen elkaar moeten gaan beginnen aangeven? En waarom niet? Diefstal is toch diefstal? Mevrouw de burgemeester, we zullen een oproep doen via de regionale radio en op internet. De regionale radio? Radio Brio, of? Mm-hmm. En voor de politie een speciaal verzoekje. Iets van ABBA. Money. Nee. Niet grappig, sorry. Nou. Het is nu al stom dat we Mark daar weer moeten gaan lastigvallen. Ik denk dat die mensen wel iets anders aan hun kop hebben. Ja, dat wel, maar ik heb liever dat wij gaan. Dat er iemand vertrouwd over de vloer krijgt, dat hij een wildvreemde gaat verstellen. Dat beter. Zeg, Mark die gaat toch niet. Die heeft toch geen geld gepakt, denk ik? Oh, nee, het gaat. Nee. Want een vrouw, maar die kan niet liegen, die kerel. Nee, als wij pokeren of zo, dat zie je direct in zijn gezicht. Dus dat gaan we direct merken. Nee. Dat is echt een brave. Dus. Ik heb eigenlijk wel een honger. Ik zou iets kunnen eten, maar mijn hand is daar bezig en ik zou het eten. Allee, ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren eer dat jij eten voorgeschoteld krijgt. Nee, ik pak dat niet aan. Hè. We zijn aan het werken. We zijn met een grote case bezig, dus ik ben zo professioneel. Erop. Ja, willen dat jij dat weer geregeld krijgt? Dat ding is nog altijd nog de zak, dat topje. Maar dat belt toch? Belt wel, maar dat top is kapot. Dat zal ik weten. Maar rustig, zeg. Dat is zo. Maar ja. Hey. Hey. Zijn wij? Goedenavond. Hey, kom maar binnen. Ja, merci. Je bent het zijn, hè? Zijn we van achter? Mark! Hola, hola! Als sponsje is ook goed, precies. Dat wel, jongen. Zeg. Hallo. Hela. Ze laten nog op stap. Kaartjes ontverkopen voor het politiebal. Nee. En als ze zo zijn, dan kunnen we met Manneke dansen op dat bal. Ja, maar dan toch liever met Tineke. Heb je dat gehoord? Moet ik al niets eten, niets drinken? Abel? Abel, nee. Nee. Hey? Nee. We zijn ook al even bezig. Hè. We hebben wat uren ontkloppen en met die geld erover daarvan in. Van... Ja, ik heb het gehoord. Ja. Wie verstopt er nu geld in een standbeeld? Voilà, maar dat zeg ik ook. Ja. Ik vind dat ook raar. Maar ja. Het is daarmee eigenlijk dat we hier zijn. Wij moeten eigenlijk iedereen even verhoren die dat daar in de buurt was van de steenweg vandaag. En jullie auto is daar ook gesignaleerd. Dus daarmee dat we eens komen horen. Waar ben je daar, Mark? Daar heb je toch niks van gezegd? Nee, maar daarom dat ik laat was in het ziekenhuis. Hè. Dat beeld lag over heel de steenweg. Ik kon niet door. Zeg, Mark, jij bent niet uitgestapt of zo? Ja, maar nee. Ik was al te laat om sterrennoot te pikken, dus... Dat is juist. Hoe is het nu? Ça va? Ça va. Oké. Okay. Maar ze is er juist, hè. Hé, hey, là-bas! Hoi, dag meid. Dag, prinses. Amai, chance dat hij niet bij erop is, want... Oh. Dag, poppenmie. Hé, hey, là-bas, hoe is het? Heb je Barry bij? Serke, doe je mondmaskertje eens aan. Barry die zit zo een beetje nu in de auto in de koffer te wachten. Ja, en nu niet, Serke. Koen moet nog werken en jij moet al lang in bed liggen. Oh, bedtijd. Maar weet je wat, ik beloof u dat ik binnenkort met Barry een keer zal langskomen en dan gaan we in het park eens wandelen. Wat denkt hij? Is dat goed? Alright, een high five dan? Voilà, dan wil ik ook een high five. Zeker. Oh nee. Ja, een high five, maar ga. Allee, kom. We gaan jullie later nog. Ja, we zijn weg. Succes, kameraad. Mark, bye-bye. We zijn weg. Dat was Pharrell Williams met Moneymaker. Ja, en Money Makes the World Go Round bleek vanmorgen. Duizenden geldbriefjes die opeens door de lucht vlogen. En daarom hebben we een bijzondere gast vanavond bij ons, bij Radio Brio. Welkom, commissaris. Goedenavond, mevrouw. Ja, dat geld dat vloog daar natuurlijk niet zomaar in de lucht. Het was geen cadeautje voor de toevallige voorbijgangers. Absoluut niet. Het geld dat op straat belandde, is gestolen geld. Gestolen van mensen die daar hard en... op een eerlijke manier hebben moeten voorwerken. Dus daarom vragen wij dat de mensen die geld opgeraapt hebben, dat die dat geld aan ons komen bezorgen, zodat wij het geld aan de rechtmatige eigenaars kunnen teruggeven. Voor alle duidelijkheid, er is trouwens al geld teruggebracht door gewetensvolle
eerlijke burgers. Eerlijke burgers die geen gevolgen zullen ondervinden. Maar dat is brood aan ons geld. Dat hebben we wat eerlijk gepikt. En ik wil dat terug, hè. Ja, Lange. En als je dat terug wilt, hè, zul je toch naar de flikken moeten gaan, hè, want dat geldt toch gender. En wel, Kleine, dat is na de eerste keer dat je iets intelligent vertelt. Maar Lange. Ze slaapt al. Ze was blijkbaar heel moe. Mark, waar waren jij deze morgen? Waarom waren jij zo laat in de kliniek? Dat heb ik trouwens gezegd. Dat beeld lag over heel de steen. Mark? Heb jij geld gepakt? Dat is 45.300 euro. Je moet dat teruggeven? Die mensen van wie dat is, die zijn rijk genoeg. Die vent is een aannemer, die gaan dat echt niet missen. Ja, dat kan goed zijn, maar dat geld is niet van ons. Nee, dat is voor Sterren. En voor haar reis naar Amerika. Jij weet even goed als ik dat de kans om daar een donor te vinden veel groter is dan hier. Daar hopen wij toch al zo lang op. Je moet dat tegen Koen vertellen? Ik moet niks. Wij moeten voor Sterren zorgen. Jij en ik. Met gestolen geld. Ja, met welk geld anders? Schatje. Het is niks, meisje. Papa is gewoon een beetje boos omdat de dokters u nog niet kunnen genezen. Maar mama en papa gaan dat oplossen. Dat hebben wij beloofd, hè. Inge, er is toch niks met Sterren? Nee, Sterren is oké. We wachten nog op een donor, maar ja, het ziet er niet goed uit voor haar. Hè. Ze heeft een speciale bloedgroep en er moet eerst een kindje doodgaan. Kom, ga even zitten. Ik heb deze nacht echt geen oog toegedaan. De ene moment denk ik voort, maar ik heb gelijk. Maar een ander moment denk ik, wat kunnen we niet doen? Wat kunt je niet doen? U weet toch van dat geld op de steenweg? Nou ja, er is blijkbaar nogal wat meegenomen. Mark heeft ook geld gepakt. Om naar Amerika te gaan, zegt hem. Daar wonen veel meer mensen en dan hebben we meer kans op een donor voor Sterren. Maar dat geld is niet van u. Maar dat is een aannemer, die heeft heel veel geld. Gaat hij dat klein beetje missen? Maar daar kunt jij in zijn plaats toch niet over oordelen? Ik weet het. Mijn verstand zegt dat we het moeten teruggeven, maar mijn hart zegt het tegenovergestelde. Voor Sterren. Maar denk je niet dat je daar de rest van je leven met een slecht gevoel door gaat blijven rondlopen? En als ik ons Sterren laat doodgaan, met welk gevoel ga ik daar rondlopen? Inge, ik denk niet dat ik u daar raad over kan geven. Maar ik weet zeker dat jij en Mark dat je de juiste beslissing zult nemen. Ja, binnen. Hallo. Ik kom een envelop brengen met geld. Ik weet niet hoeveel het erin zit of zo, daar heb ik geen idee van. Dat is van mijn buurman en die dieren we zelf niet brengen. Daarom, ja. Oké, bedankt. Mevrouw. Dag. Vertel maar. Met dat geld heb ik kristallen diertjes gekocht. Van het geld dat je gevonden hebt op straat? Ja. Kijk, dat is een ijsbeer. Deze. Dat is een heel schoon bloem. Ja. En deze hier, dat is mijn favoriet. Kijk eens, een zwaantje. Een zwaan. Maar ik heb er eigenlijk al 142 in mijn kast staan. En ik dacht zo, Germain, met dat rondvliegend geld kun je even goed je kast wat aanvullen. Hè? Dus ik heb die dan allemaal bij die andere gezet. Ja. Maar in één keer begonnen die te reclameren. En die zeiden zo tegen mij, zeg Germain, hier willen wij geen dieven. Hè? Dus voilà, je mag ze hebben. Alsjeblieft. Ja. Oh, mannetje, schoon. Dat die Patrick, Swarovski of wat? Ja, iemand heeft dat binnengebracht. Die had dat gekocht met geld dat ze gevonden had op straat. Zijn er misschien nog glazen postuurtjes? Ja, ik begrijp wel dat je geld opraapt als dat op straat ligt. Hè, maar ik begrijp niet dat je daar dan onmiddellijk dingen van gaat kopen. Dat snap ik niet. Zeg maar, wat ik niet begrijp is dat dat komt dat er zo weinig geld wordt afgegeven door de mensen. Ja. Is dat geen naam? Die Linda daar, spreekt daar nog een keer mee. Maar die laat niks los. Die zegt dat ze niks gezien heeft. Die wimpelt ons af. Dat geloof ik toch zelf niet zeker. Nee, maar die beschermt haar klanten, hè? Bon, je gaat daar zeggen dat ze kan beschuldigd worden voor medeplichtigheid aan heling, hè? Je gaat er naartoe en dan wat pressie. Bon, en de nazis.
Wel, ja. De nazi's heeft gezegd dat hem om 10 uur het geld hier zou krijgen. Het is 9:55 en hij is hier nog altijd niet. Dus maar... je gaat er naartoe en als ze dat geld niet heeft, up, meenemen. Mag ik ook nog iets zeggen? Ja. Ik heb juist een mail van Aziz gehad. Ja. En die zegt dat hij niet naar het politiekantoor wil komen. Hij wil dat wij naar het kerkplein komen. Zeg, moet me de rode loper uitrollen of zoiets? Je gaat naar hem thuis, heeft hem geen geld, pak hem op en je brengt hem mee. Oké? Ja. Voilà. Ja. Dat is voor daar, denk ik. Ja. Dag, jongen. Ik moest die van mijn mama terugbrengen. Ah, wel? Omdat ik die heb gekocht met geld dat niet van mij was. Ah. Dit zijn Lulu en Filou. Je mocht ze geen snoep geven, niet in de zon zetten en af en toe nagels knippen. Amai, je mama zal het niet recht vinden dat ze weg zijn, zeg? Nee, want ze vindt dat vies dat hij hun eigen kutels opeten. Ah. Hey, slaapt zij er nog? Nee. Zie, dat duurde nogal bij de bakker. Jij bent ik weet niet lang weg geweest. Ik was al ongerust. Ja, de bakker om de hoek was dicht. Ik ben helemaal tot bij bakker Ellie moeten gaan. Burgers die gestolen geld binnen de week terugbrengen, worden niet vervolgd. Maar als het daarna uitkomt, dan is dat diefstal en heling. Daar staan boetes en zelfs celstraffen op, volgens commissaris Roger Bergmans. Ze moeten niet schrijven om de mensen te overtuigen, schat. En wat als jij in een bak vliegt? Wie gaat er dan voor sterren zorgen? Schatje, niemand gaat dat te weten komen. Maar als wij ineens op de vlieger richting Amerika zitten, zomaar, dan gaat iedereen dat toch doorhebben? Wat stel jij dan voor? Misschien kun je eens raad gaan vragen aan de koen, die kan misschien... Inge, no way. Ik ga geen raad vragen aan een fliek, hè. Ja, maar je moet niet zeggen dat je geld gebakt hebt. Inge, nee, echt niet. Alsjeblieft. Ik ga mij pas aangeven als jij en sterren veilig en wel in Amerika zitten. En jij denkt dat ik alleen mijn plan kan trekken in Amerika. Ik loop al verloren in Brussel. Alleen nergens een nazist te bespeuren, hè? Nee, maar ja, er staat wel een journalist. Is vragen? Ja, ja. Goedendag. Dag. Wat doen jullie hier? We hebben op de redactietelefoon gehad van Aziz. We moesten naar hier komen. En waarom? Geen idee. Het zou iets spectaculair zijn. Hé. Wow. Ja. Ja, maar... Stemming. Geen idee. Aha. Iedereen is op post. De show kan beginnen, hè. Het is genoeg geweest met je spelletjes, hè? Spelletjes? Ja. Dat is wel pop-up kunst, hè? Allee, Aziz, jongen, waar is dat geld? Kom. Ik zal u dat dadelijk plechtig komen overhandigen. Is dat nu nog normaal? Dames en heren, komt dat zien, komt dat zien. Kom maar. Kom maar, komt dat zien, kom. Kom maar dichterbij, kom aan. Kom maar, kom. Ik ga je bewijzen dat geld niet stinkt. Ezeltje, strik je. Aziz? Geld stinkt niet. Zelfs niet als het uit een ezel zijn gat komt. Allee, verdomme, geen een tweede keer, zeg, jongen. Ja, sorry, hè. Het duurde wat. Voordat de bank wat klein geld kon wisselen. Aziz, hoeveel geld heb jij van de straat meegepakt? 500 euro. Je kunt maken dat je dat geld verzamelt, hè, en naar het commissariaat brengt. En nu direct. Komt er maar vanaf. No problemo. Oh, help hem maar, hè. Ah ja. Ja, ja. Ja. Alles. Dag, meneer Pastoor. Dag. Man, man, wat een toestand, hè, met die overval. Ja, ja, dat heeft bij mijn parochianen al voor hevige emoties gezorgd. Weet u toevallig wie dat er iets gestolen heeft dan? Of? Als er al iemand mij iets in vertrouwen zou hebben gezegd, dan ben ik gebonden door het biechtgeheim. Ja. Bon, ik zal maar eens gaan helpen met die muntjes oprapen. Ja. U moet niet bang zijn, ik stop niks in mijn offerblok. Merci, hè. Dat je zo nog voor de shift even wel komen. Dat is niks anders, met veel plezier gedaan. Alles versterren, hè. Dat is het eerste wat ik doe als die genezen is, hè. Een hond voor haar kopen.
En waarom nu niet? Nou, dat gaat niet, hè. Bacteriën en zo. Ja, maar dat is ook... Ja, dat is ook duur, hè. Ja, dat is juist. Ja. Maar kinderen ook. Hè. Zeggen dat je eerste kind is, lekker als een huis bouwen. Kost ook geld. Maar zo'n hond, pas op, hè. Dat is al rap een tuinhuisje, dat gent. Dat is al rap iets vast. Allee, dan had jij ook geld moeten rapen eigenlijk, van straat, voor Barry. Nee, hè. Dat gaat niet, Mark. Stel, uw geld ligt er op straat verspreid en allemaal loopt ermee weg. Zou dat niet gelukkig mee zijn, denk ik. Ja, ga je zoveel geld in een huis liggen, dan gaat het op een paar duizend euro niet aankomen, toch? Er zijn misschien ook mensen dat beter kunnen gebruiken. Dat is toch zo? Wat wil je nou zeggen, Mark? Niks. Mark, ik ken u. Hij kan niet liegen, dat ken ik al te goed. Ik zie dat nu als je liegt. Wat scheelt er? Ik heb wel geld gepakt. Mark, dat geld is van die Gerda en die Werner. Hoeveel heb je daarvan genomen? Zo'n 45.000. Mark, dat mag niet. Je moet dat geld teruggeven. Kan je mij aangeven anders? Koen, met dat geld kan ik onze reis, ons verblijf en de transplantatie van sterren betalen. Mark, je kunt dat... Wat zou jij doen? Als jij in mijn plaats wordt. Stel dat Barry je hulp nodig heeft, zou jij niet alles doen om die te helpen? Voilà. Mark. En Brigitte, gaan we het nuttige deze keer aan het armen allemaal koppelen? Een klein stukje eten, tenminste. Dat is geen slecht idee. Misschien dat Linda beter meewerkt dat ze wat geld aan ons verdient. Yes. Ja? Klaar? Is goed. Oké. Ierse, de police. Dag Linda. Dat wordt nog vaste klant van mij. Ja, zeg dat wel. Alsjeblieft. Ik weet het eigenlijk al, hè. Ik ga een koffietje drinken en crocs. Ja. Ja? Ja. We hebben eigenlijk een nieuwe specialiteit. Onze croc David. Met twee hardgekokte eikens. Ja, wel, doe mij zo maar eentje. Ja, voor mij ook. Oké, nog iets anders? Wel, we hebben eigenlijk de opdracht gekregen om te komen informeren of je toch niks gezien hebt dat er iemand geld gepakt heeft hier. En je moet weten, als je iets verzwijgt, dan is de medeplichtig en daar staan ook serieuze straffen op. Hè? Ik dacht al dat jullie geen beleefdheidsbezoeken gingen brengen. Momentje. Dat is precies direct al een pakje inschikkelijker, hè? Wende? Not. We hadden misschien wat duurder moeten pakken. Krok David. Een half kriftje. Ah wel. Wij kunnen jullie nu niet helpen met dat geld. Hè. Maar misschien kan de politie ons wel helpen. Mm-hmm. Ons Anouk, mijn dochter. Hallo. Die gaat een eigen zaak opstarten. Aha. En wij verkopen de kalenders. Zodanig dat ze al een beetje een startkapitaal hebben. Mm-hmm. Kijk, zie maar. Wilt je er niet wat kopen om aan de collega's te verkopen? Om mij te helpen? Mm-hmm. Dus op het moment dat je die mens recht wil helpen, schuift hij gewoon die vijver in, jongen. Je gaat dat moeten zien, die ding vol, dat stonk uren in de wind. Ik lag er bekam mee in. Oké. Gisterenavond zijn de smurfen bij mij op bezoek geweest. Je weet wel, grote smurf, moppersmurf, die trekt op je trouwens. Wat? Meen jij dat nu? Nee, ik heb niet geluisterd. Nee, dat is duidelijk dat je niet geluisterd hebt. Ik heb niet geluisterd. Wat is dat met u? Niks, Ken. Ah, gewoon slecht geslapen. Slecht geslapen, ja. Dat geloof ik niet, hè, maat. Zeg maar gewoon wat het er scheelt. Je legt elke dag je leven in mijn handen, dan kunnen we toch wel vertrouwen, zeker? Ja, maar we moeten juist beloven dat je tegen iemand iets zegt. Oké. Mark, van Stenne. Mm-hmm. Hij heeft mij gezegd dat hem dat wel geld gepakt heeft. Nee. Ja, en ook niet een beetje, hè, 45.000 euro of zoiets. Oh, dat weet je. Ja. Maar alleen niet voor hem, hè. Dus het is om voor sterren te zorgen dat ze naar Amerika kunnen voor die transplantatie, dat ze die wart zou kunnen krijgen. Dus, ja. En hoe weet jij dat? Ja, hij heeft me dat verteld. Ook in vertrouwen. Oké, dan moet jij hem in vertrouwen vertellen dat hij dat moet teruggeven. Voilà. Ja, dat heb ik gedaan. Ik moet hem aan die rust doen. Nee. Ja, Koen, dan zeg je dat nog eens, hè. En als hij dat echt niet wil teruggeven, ja, dan moet jij dat aangeven, hè. Je bent een politieman. Je moet je plicht toch doen? Mijn plicht? Het is ook mijn plicht om voor sterren te zorgen en om ervoor te zorgen dat hij ook een nieuw hart kan krijgen. Want anders overleeft hij dat misschien niet. Dat zit ook in ons takenpakket, hè, voor de mensen te zorgen. Oké, je moet daarvoor niet zo roepen tegen mij. Het is niet mijn schuld. Je moet een oplossing vinden, hè. Als jij het niet kunt, wat ik snap, ja, dan zal ik het doen. Dan zal ik het gaan aangeven. Jij
Jij gaat dat gewoon zeggen dan? Ja, als jij het niet kunt. Dat is knap. Dat is knap. Dat is in vertrouwen iets kunnen zeggen. Maar Koen, vertrouwen, toen wist ik toch nog niet. Ja, nee, dat is knap. Koen. Dat is knap. Koen. Ja, nee, maar is goed, joh. Doe niet zo stom en stap in die auto. Stom. Weet je wat stom is? Waar? Dat ze wij niks doen, dat Sterre dat misschien zelfs niet overleeft. Als wij moeten zorgen dat ze dat geld teruggeven, hè, dat is stom. Als ze misschien zelfs sterft. Dat zou stom zijn. En het stomste van alles is dat ik je nog vertrouw. Dat ik je dat zeg tegen u, dat ik er nog geen geloof dat je dat niet gaat zeggen. Dan kom jij me vertellen, dat je het gaat vertellen met chapeau. Goed, dat is vertrouwen. Nee, nee, maar het is goed, goed. Het is goed. Dat een heel nieuw geld binnen. We hadden wel het voor gewerkt hebben. En ik wil dat terug. En we verstaan. Zit er wel vol met flikken, hè? Hoe moeilijk kan het zijn? We vliegen daar binnen, we aasen ons geld terug en we maken hem buiten zijn. En dan kunnen we op pensioen gaan. Wel. Opgepast en niet gelachen, Thijs is een overval. Waar is dat geld? Dat geld dat die mensen teruggebracht hebben. Eén move, hè. En dat is gemeske. Mijn maat is nogal zenuwachtig. Kom. Ga je nou zeggen dat dat alles is wat die mensen binnengebracht hebben? Hé? Kom, jongen. Leg je gelijk eens de keetjes. In natuur hebben ze van alles teruggebracht. Een sacoche, een riem, Swarovski-beeldjes en twee cavia's. Lulu en Filou. Lulu en Filou. Zeg, mannetjes. Zeg, Robin, dat is die camionet van die daders van die gestolen David. Ik ken dat een nummerplaat. Zeker weten. Ah ja, dat is keigoed, hè. Dan zullen de collega's die al gevonden hebben. Nou, waarschijnlijk wel, hè. Voilà. Oké. Okay. Ze zullen binnen zitten voor vrouw, denk ik. Zwembad onderuit, ja. Wel rommel op ik, hè. Ik dat was stop. Femke, blijf hier wachten. Roep versterking op in het geval dat ze willen vluchten. Flash, flash, alle teams naar het commissariaat. De daders van de gestolen David zitten vermoedelijk binnen en er is een schot gelost. Hé, hey, wapens neer! Robin, dat wapen, wapen neer! Commissaris. Robin, leg dat wapen op de grond. Kom, recht. Kom. Blijven staan of ik schiet! Blijven staan! Sorry, hè. Is hij aangeschald? Zijn er gezond? Je moet niet kunnen schieten. Met de hoeveel jaar bak dat je dat kunt verkragen. Kom de namen op! Vol aan meisje, ik kan die smeerlappen pakken. Patrick, erachter. Erachter. Houd dat vol, hè. Houd dat vol. Ik blijf hier rustig, rustig, rustig. Flash, flash. Dispatch aan alle ploegen. Uitkijken naar een witte bestelwagen Mercedes Vito. Nummerplaat 1. Dames hebben gevuurd. Collega is gekwetst. Out, out. Voorzichtig. Wat is helemaal aan het doen, zeg. Boy, ik hoop zo hard dat hij er niet afvalt. Robin, jong, pas op. Allee, jong. Je gaat op de afvallen. Bijna. Verdomme. Ja, oké. Oké, jongens. Ga het toch halen, dokter. Ik hoop het. Ze heeft enorm veel bloed verloren, hè. We gaan moeten kijken of er geen vitale organen geraakt zijn. Verwittigd het ziekenhuis op komst zijn. En prioritair, jongens. Doen zich. Die gaat erin. Wat? Die gaat erin. Doe het aan de flik aan die deuren. Oh, 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 oh. Je hebt er al hier een afgeschoten. Stamp die borden. Stampen. Oh, 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 Robin, pas op, joh. Robin, gaat het? Robin, in alles in orde, joh. Hoe is mijn Femke? In het ziekenhuis. Zeg maar, we brengen nu ook naar het ziekenhuis. Kom, joh. Commissaris. Robin, gaat het, joh? Zij toch al bij spoed langs geweest? Nee, nee, dat doe ik straks wel. Ik had die twee in haar te pakken. Oh, Robin, jong, come on. Zeg,
Je hebt jezelf niets te verwijten, jongen. En je mag altijd het ergste niet denken, hè. Weet je, Femke, hè. Ja, sorry. Femke, hè, dat is een harde. Dat is een vechterke. Die slaat er eigenlijk wel door. Als ik die twee te pakken krijg, hè, ik zeg het de rest van mijn leven ja, in een bak. Oké, okay, rustig, rustig. Dag. En? De toestand van uw collega is stabiel. Ze is buiten levensgevaar. Hè. Ze heeft wel een grote engelbewaarder gehad. De kogel heeft geen vitale organen geraakt, dus. Godzijdank. Kunnen we haar zien? Wel, het is zo, momenteel ligt ze nog op intensieve zorgen. De narcose is nog niet volledig uitgewerkt, maar als inderdaad het geval is, mag je er zeker bij gaan. Oké, okay, dank u, dokter. Beste, dank u. Merci. 10, 20, 30, 40, 50. 106, 107, 420. Patus, alsjeblieft. Even ben ik mijn tel kwijt. Hoe oud zeg je feitelijk, Patrick? 80. Mannetjes, de toestand van Femke is stabiel en Robin is ook oké. Okay. Dus die is natuurlijk wel onder de indruk van wat er gebeurd is. Dus die blijft nog even in het ziekenhuis, maar hij gaat ons op de hoogte houden. Het is vooral jammer dat die twee weer zijn kunnen ontsnappen. Hè? Spoedvergadering, iedereen. Mannetjes, we worden weer serieus belachelijk gemaakt. Hè? Eerst wordt dat beeld gestolen met al dat geld daarin. Dan onder onze neus wordt dat gestolen geld door Jan en Alleman opgepakt. Ja? Ja, maar we hebben toch een deel al kunnen terugkrijgen, hè? Zit je goed. En dan steekt de nazist die stoot uit met die nezen. 400. Als klap op de vuurpijl wordt ons kantoor nog een keer overvallen. Erik en Brigitte, jij gaat terug naar het Tofke van Reet. En nog een keer met die Linda, ja. Chef. Maar chef, we zijn er al twee keer geweest. Die heeft nog altijd niks verteld. Wat zou die nu morgen ineens wel een mond gaan open doen? Erik, als die druk voelt, gaat hij beginnen schrik te krijgen en dan gaat hij namen noemen. Zeg dat ik het u gezegd. Maar dan kunnen we er misschien terug zo krokske David gewoon eten, hè? Ja, ik heb wel een ander idee. Oh, mannetjes, we hebben twee dagen hard gewerkt. Iedereen gaat naar huis, een beetje energie opdoen, rust goed uit. Want, en morgen vliegen we er weer in. Oh, is een tweeling niet meer bij u? Ja, je zegt daar zoiets. Nee, het zal daar ook weer hetzelfde zijn, zeker. Maar, beter niks gezegd. Ja. Koen Tineke. Hoe komt dat jij dan niet reageert op die oproep van een dispatch met een overval hier? Ja, commissaris, dat is eigenlijk mijn schuld. Ik heb Barry een stuk van mijn broodje met krapsla gegeven en dat is hem heel slecht bekomen, dus wij zijn mee naar een dierenarts gemoeten. Dus... Die neemt nu krapsla? Ja, nee, tja, dus. Ja. Zie dat je volgende keer bereikbaar bent, oké? Okay. Merci. Voor wat? Dat je niks gezien hebt. Van Mark en dat geld. Ik heb nog niks gezegd, Koon. Je gaat dat oplossen, hè, maat. Goed, en nu gaan we een spelletje spelen en dan gaat opa ondertussen een brood bakken voor de jongens. Ja, opa. Ja, opa. Opa, heb je rozijntjes? Rozijntjes? Nee, manneke, dat heb ik niet. Maar het zal een brood zonder rozijntjes zijn, oké? Okay? Allee, en braaf zijn, hè? Geen ruzie maken, hè? Ja. Ja, eerlijk spelen, hè? Oké? Okay? Opa, wil je met ons meespelen? Nee, Klaarsje, opa heeft nu geen tijd. Dan moet je weer werken. Opa gaat nu zijn brood pakken, hè? Want dan zullen we morgen geen eten, hè? Ja, mevrouw de burgemeester. Commissaris, het is nog niet erg genoeg dat je die inbrekers niet kunt pakken. Maar dat je nu ook nog een keer belachelijk laat maken door een onnozel charlatan die zich artiest noemt. En dat moet ik allemaal lezen in de krant, hè? Mevrouw de burgemeester, ik kan daar ook niet aan doen. Dat is allemaal riooljournalistiek, hè? Is dat nu mijn fout dat zij nooit iets schrijven als wij wel een keer iets goed doen? Maar zoals niet, hè, zeg. Wat bleef? Excuseer, mevrouw de burgemeester, dat was niet tegen u. Ik bel u nog terug. Tot straks. Zeg, mannetjes, kom een keer. Wie heeft dat hier gezet? De goede fee. Oeh, de goede fee. Daar hangt een papiertje. Oké, okay. Je mocht naar huis gaan spelen. Ja. De centen kunnen we niet teruggeven, want we hadden er dit al mee gekocht. Amuseer u. Miljarden. Wel, mannetje.
Moet jij een stukje witloof in plaats van je eigen keuteltjes op te eten of garen met ogen? Oh, zoek direct uit wie dat springkasteel voor de deur gezet heeft, want dat moet direct weg. Hè. Ze lachen ons al genoeg uit. En, is er ook goed nieuws? Die oproep op de radio levert weinig op, chef. Mensen brengen het geld niet terug. Nee, maar dat is normaal, hè. Oeh. Ja, de mensen gaan toch niet in je politiekantoor binnenstappen voor te zeggen hier is geld dat ik gepikt heb. Dat doet niemand. Ook al weten ze dat er geen straffen op staan, die mensen hebben schrik, hè. Zeg, commissaris, is het anders geen idee om een anonieme collectebus of zo te plaatsen? Dat is een goed idee. We gaan dat doen. Zeg, en laat anders Werner en Gerda zelf een oproep doen. Dan krijgen de slachtoffers een gezicht en dan zijn de mensen ook meer geneigd om dat geld terug te geven. Ik heb hier blijkbaar vrouwen met verstand in mijn korps. Heb je dat gehoord, Tilkes? Ja, en wij dan, de mannen? Wij ook, hè. Nee. Die mannen, die moeten vooral zorgen dat hun vrienden dat geld in die collectebus gaan steken. Bon, moet er nog iemand een bijdrage voor de bloemetjes voor Femke? Ik zie een vuilnisnestkastje verboten. Ja. Van de bloemtang. Ik heb dat die al een keer gekocht. Hè? Jo. Jezus, hè? Ik denk dat hij is. Het gaat wel kunt zoeken. Ja. Jo, maar als jij daar een aanwoest, dat heb ik al gekocht. Zeg het, ik heb meerdere kasken nu. Jezus, duimen. Dat heb ik als neefzijger. Ja? Oh, daar gaat dan een vuil dat toch in wonen. Hè? Oh, maar dat gaat een vallig vuil. Ja. Jezus, duimen. Dat zijn de kleinkinderen van de commissaris. Hé, dat is wel veel zakgeld, hè, mannen. Meneer, kan ik je nog verder helpen? Meneer? Nee, maar dat mag ik niet. Het is heel vriendelijk. Je hebt me de weg gewijd. Ik kon echt ik kon nog een beetje zeuken, hè. Okay, maar ik kon het vingerpaasig zijn. Ja, dat is goed. Jo, ja. Dag, hè. Da God en heren, zie je dat af, jong? Zo jong en zoveel geld. Stafke, stik het in de verkuiker, hè, manneke. De commissaris wil dat we de druk wat opvoeren. Ah, wel, als de chef dat wil, dan zullen we de druk eens wat opvoeren. Linda? Dag. Weet je wat je doet? Geef mij eens voor 50 euro van die kalenders. Hè? Ah, ga er toch nemen? Ja, we willen op kantoor eens op iets anders kijken dan op die koppen van gangsters. Hè? Wat precies een goede dag gaat vandaag. Veel boetes uitgedeeld misschien. Merci, kus. Liefd. En nu wat druk gaan zetten. Yes, yes, yes. Dames en heren, mag ik eventjes jullie aandacht alsjeblieft? Wij van de politie ondersteunen Anouk en haar ambitie om een eigen zaak te starten. We hebben dan ook kalenders gekocht. Dat is belangrijk dat wij als burgers van deze gemeente elkaar ondersteunen. Maar er zijn mensen die veel geld verloren hebben. En er zijn andere mensen die dat geld hebben meegenomen. Ik had kunnen weten dat er hier iets achter zat. Wij hebben van onze commissaris de opdracht gekregen om jullie allemaal op de rooster te leggen. En meer zelfs om jullie aan te moedigen om elkaar aan te geven. Maar wij houden niet zo van verklikkers. Nee. Dus we hebben een collectebus geplaatst aan het gemeentehuis. En daar kunnen dus die gestolen of gevonden biljetten in deponeren. Anoniem. Ja. De politie rekent op jullie solidariteit. Dank u wel. Merci. En jij denkt dat dat veilig is? Zijn maar zeker. Trouwens, wij zijn er ook nog een burgemeester. Ja, ik hoop dat je weet wat je doet. Als dit niet helpt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, als dit niet helpt, dan zien Werner en Gerda hun centjes nooit meer terug, hè? Zeg, en doe maar je beste pak aan, hè, vanavond. En voor de persconferentie op televisie. Jo, Patrick, ik begrijp dat. Dat gaat door niet tegen kind dat de mensen kan me naar verdrogen. Mogen je mooi toch niet waarsmoken dat zo en twee kleine mannen al zoveel zakgeld krijgen, hè? Patrickske. Toen halen ze zeker 4 of 5 briefjes van 50 euro in hun pollen, hè. Dat waren die mannen van de commissaris. Van de commissaris, jo. Dan heb je toch een vijbeltfunctie. Dat is juist lekker als ik. Ik heb mijn kik toch ook dat centen teruggegeven, hè. Dus... En wel, Stafke, je kunt niet geloven hoe content dat we hier in het korps zijn met uw bijdrage voor de gemeente. Is dat echt? En nu weer, hè. Jo. We hebben bewezen dat je heel belangrijk bent. Aha. En daarom hebben we een cadeauke voor u. Van moi? Ja. Een cadeau? Allee, nou dan. En voilà, zei Stafke. Loulou en Filou. Ja. Alsjeblieft. Wat? En met speciaal dank van de burgemeester herself, hè. Van de burgemeester? Ja. Jo, Patrick, dan kan ik je dan hier even zeggen. Absoluut niet. Godhuimen. Nou, heb ik je kwijt twee biertjes, boy. Ze beet kan ik in zo'n logé beginnen. Nou, Stafke. Hé, hey, Patrick, tot de volgende keer, hè. Goed verzorgen, hè, jong. Jo. Bon, eerst leg ik de praktische gang van zaken uit en dan doen jullie een emotionele oproep. Kort, maar krachtig. Goed, wat ons betreft kunnen we draaien. Wie antwoord is, richting de camera kijken.
probeer zo stil mogelijk te blijven zitten. En nou, wij zijn er klaar voor. Excuseer, Gerda. Zou het je halssnoer niet uitdoen? Maar dat is een erfstuk van Wender zijn mama. Ik denk dat de mensen gewoon minder geneigd zijn om je geld terug te brengen als ze zien dat je nog altijd zo rijk bent. Ja. Dat is goed. Ja. Okay. Klaar, dan kunnen we het opnemen. Geluid. Geluid loopt. Camera. Camera loopt. En actie. Eergisteren werd een overval gepleegd bij de familie De Graven. Al hun spaargeld werd meegenomen en is op de steenweg terechtgekomen. Wij vragen aan iedereen die geld genomen heeft om dat terug te geven. Sinds vanavond hebben we aan het gemeentehuis een collectebus geplaatst. In de collectebus kan het geld anoniem worden gedeponeerd. Ik geef nu het woord aan Werner. Het zijn lange. Het is een beetje te bussen vol met geld. Hé, hey, of grote briefjes. Allee, je pest toch niet als er grote briefjes in steken. Er is maar één manier om dat te weten te komen, een kleine. Nee. Ja. Weet jij hoeveel flieken dat er op zoek zijn naar ons? Gewoon wel gelijk als de commissaris dat zelf gezegd heeft. Anoniem. Ik ga onmiddellijk eerlijk zijn en nu zeggen dat Werner al 20 jaar artrose heeft. En dat is heel pijnlijk. En vandaar heeft een warm land nodig. En met warmte bedoel ik... Wat is die meneer is ziek. We hebben heel onze... Ja, en als de mensen het geld zouden teruggeven, dan zou die meneer heel hard geholpen zijn, hè, schat? Maar kom eens hier. We gaan slapen. En meid, kom. Wakker. En gaat het? Mijn buik doet wel zeer. Hier, ex-nomen. Ik heb gezien in het winkeltje beneden. Ik moest direct aan u denken. Oh, jongen. Ah, maar de klacht doet wel pijn. Oh, merci. Ik dacht echt dat we kwijt waren, hè? Maar, jongen, zo snel zijn we niet van mij af. Hè. Je weet, hè, onkruid, dat vergaat niet. Nee, nou dat je het zegt. Je ziet er inderdaad al wat meer uit als een pisbloemetje. Oh, jongen, stop met mij te doen lachen. Het doet echt pijn. Nee, merci. Ja. Heel tof. Ik vond hem heel gepast bij jou. Is zo. Ja, misschien slaapt hij. Nee. Is hij wakker? Hé, hey, mannetjes. Hey, ah, ja. Ze is wakker. Oh, zo tof. Oh. Hallo. Nee. Ça va. Wel nog wat pijn, maar ça va. Het doet pijn als ze lacht. Zeg, wat is dit? Hier. Speciaal voor u, hè? Ja, voor mij. Ja. Heel schoon, merci, man. Oh. Heb jij een vaas hier of zo? Goh, dat weet ik niet. Nou, hier, hier kunnen ze, ah, ja. Ze misschien hierin zitten. Koen, oh, jongen, echt. Oh. Ja. Oh, laat me niet lachen. Ja, ja. Echt pijn. Serieus. Ah, nee, hier, hier, hier. Deze vast. Oei. Maar doe dat bij een van de anderen. Leg ze hier mij in. Ik zal er straks wel insteken. Toch niet? Ja. Nee. Hier? Stik je met mijn vals. Heel schoon. Zeg maar. Wat? Femke, alleen. Ja? Zijn dat uw voeten naar gekregen? Koen, jongen, onnozel. Maar nee, ik kreeg hier echt. Oh. Ik ruik ook wel echt iets. Ik ruik ook, ruik ook ik ruik. Ik ruik ook echt iets. Nee, maar ze doet zeer. Nee, maar ik ruik niet. Ik zat in buiten. Ik stop zo. Misschien zijn het die bloemen. Ja. Ah, Patrick. Inventaris is bezig. Ja. Zeg, waar zijn die kavia's naartoe? Mijn stafje mee hier. Stafje? Ja. Allee dan. Roger, wacht eens even. Ik moet iets vertellen over een tweeling. Mijn tweeling? Ja. Mama, wanneer komt oma ons halen? Ah, oma komt zelfs. Mama, ik wil hier liever blijven dan bij oma. Oma heeft geen springkasteel. Ja, dat weet ik. Dat kunnen wij niet betalen. Maar misschien moet dan oma vragen dat hij van mij komt springen. Ah. Hé, ah. Hey, Brigitte! Wow. Als dat spul hier deze avond niet weg is, kunnen alle twee in het pretpark gaan werken, oké? Okay? Oh, maar chef, kom aan, allee. Je hebt het gehoord, hè? Chef! Dat is hier een politiekantoor, ja? Bravo 210, wat dispatch over? Dispatch hier, Bravo 210, wij luisteren over. We hier u ASAP naar het einde van de Begijnhofstraat. Een buurtbewoner heeft geklaagd over overlast. Over. Oké, okay, wij begeven ons naar de Begijnhofstraat, over.
We zullen eens zien. Hè. Ja. Klaas, Wannes. Hallo. Waren jullie op de steenweg toen dat geld daar wegvloog? Ja, met de scouts. Waarom? En hebt je geld gepakt? Nee, echt niet. Mannetjes, als ik erachter kom dat je liegt, dan gaat opa jullie nooit meer geloven. Hè? Ook al spreekt je de waarheid. Ja, we hebben geld gepakt. Maar een heel klein beetje. Mannetjes, maar dan moeten jullie dat geld teruggeven. Hè? Dat gaat niet, opa, want dan moet jij dat daar teruggeven. Cadeautje voor u, opa. Zien er al mensen staan? Is dat nu een nazi's? Met een ladder. Dat is de nazi's. Oh, dat meen je niet, hè? En nazi's, welke boodschap wilde deze keer met je kunstwerk de wereld insturen? Ja, dat geld soms aan de verkeerde vingers blijft plakken, natuurlijk. Hè. Bedoelde? Ja, dan heb ik het niet over dat beetje geld dat de mensen van de straat hebben geplukt, natuurlijk. Hm? Maar het gaat hier over de politiekers, man. Oh, dat zijn nogal cadeesen. Aziz, kom eens van die ladder. Aziz. Mijn creatie is bijna klaar, hè. Allee, jongen, kom aan, ik tel tot drie, zeg. Wat dan? Gaat mij dan in een hoek zitten? Nee, niet in de hoek, maar wel in de bak. Allee, kom er vanaf. En een beetje tempo, alstublieft. Ja. Kom, jong. Draai je om. Hey. Draai je om. Mijn collega-artiest, hè, Jan Fabre. Die heeft ooit 600 kilogram gerookte ham aan de zuilen van de universiteit gehangen. Ja, wel. En nu hangde jij. En weet je waarom? Dat geld, hè, dat is een bewijs dat je veel meer hebt gestolen dan die centjes die je bij ons hebt binnengebracht. Hè. Dat is meekomen op een bureau, hè, kerel? Ik beroep mij op mijn artistieke vrijheid. Aziz, voor de laatste keer, hoeveel geld heb jij meegenomen? 500 euro. Ja, dat was wat er in die ezel zat. Maar hier hangt ook nog eens gestolen geld aan. Dat is geen gestolen geld. Oeh, Aziz. Allee, dat is geen gestolen geld. Dat is voor 2.000-3.000 euro. Nu ga je niet zeggen dat dat uit je eigen zak komt om de krant te halen, hè? Dat is vals geld. Hoor ik dat nu goed? Vals geld? Ja, in mijn rugzak zit nog wat geld. Je kunt het eens gaan zien, ze. Je kunt het van dichtbij bezien. Allee, joh. Zoek de 7 fouten. Zie. Zoek ze maar. Dat meen je niet. Och ja, hier. 150 euro's vervangen door Aziz. 100 Aziz. Voilà, ze. 1 punt voor de Nobi. Nog 6 fouten te gaan. Volgens artikel 162 uit het strafwetboek, hè, over het vervalsen van geld, wordt nabootsing van echte biljetten in euro's bestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar. En de schuldige kan ook nog eens veroordeeld worden tot ontzetting van rechten. Hé, hey, dat is 6-0 voor Floor, hè. Ja, jij denkt dat de politie stom is, zeker? Kom maar mee, jongens. Kom. Kom. Goed. Nu moeten jullie een keer goed luisteren. Hè? Die centjes, jullie spaarcentjes, die gaan we nu in de collectebus steken, oké? Okay? Ah, goed. En je steekt dat daar goed in, hè? Ja, oké. Okay. Kom maar. Zingen! Hey! Zingen! Hey! Zingen! Hey! Zingen, zeggen, zingen, zeggen! Hey, hey, hey! De trainer heeft een tournee. Dat vind ik hier, hè. Oh ja, het is goed, omdat je eens een keer gewonnen hebt. Een keer, hier, hè. Oh, maar ja. Volgend jaar een betere trainer, dan gaan we meer winnen. Och, jongen, dat is een... En jij moest niet een bal pakken, dan ga je er nog niet tegen. Ik heb er meer gepakt dan ik heb binnengelaten. Zeg, ga een secondje. Eentje dan, ik heb dorst. Ja, van dat geld, ik heb dat tegen Tineke gezegd. Wat heb jij gedaan? Ja, ik kon niet anders. Die kent mij gewoon te goed. Die zegt dat ook aan mij. Ik moest dat zeggen. En hoe reageerde die? Ça va, eigenlijk. Die heeft niks verteld. Die had ook niks tegen de commissaris of zo gezegd. Dus die, nee, maar wacht. Die wilde je een kans geven. Hè. We hebben een collectebus aan het gemeentehuis gaan waar dat geld kunnen in deponeren. Dat weet niemand weet daarvan. Mijn dorst is over, jong. Ik ga naar huis. Mark, wacht. We kunnen misschien gewoon een andere manier zoeken om dat geld vast te stellen. Zeg, dan is het te laat, Koen. Maar...
politie uw vriend. Goeie grap. En zet Bogota moes op. Ze weet wat heel de stad aan meer is. Kom, zet die dat wel vast doen. Ga maar. Moet trekken. Ja. Oké, klaar. Trek je. Allee, kom aan. Kruk er niet meer. Put je zo'n dingen. Kom, jong. Ik zal het inderdaad zelf doen. Ik moet alles zelf doen. Allee, lange. Gassen! Allee, gefrasjes! Ik kon er toch vanuit dat er al serieus wat geld in die bus zal zitten nu. Denk je? Mensen weten nu toch ook dat de laatste kans is dat ze anoniem dat geld kunnen deponeren. Ja. Charlie 710 voor dispatch, over. Dispatcheer Charlie 710, wij luisteren, over. We geven naar het gemeentehuis verdachte handelingen bij de collectebus, over. Oké, we begeven ons ter plaatse, over. Dispatch, bij die collectebus, of wat? Moet jij nu echt een stukje hebben? Ik moet dan niet meer krap slaan. Mag dat niet. Jij mocht wel krap slaan, jij mocht geen zalm. Mijn kop staat niet naar eten, oké? Zo. Wat is dat, een marktgezien? Bij voetbal, ja. Ik heb gesproken van dat geld, van die collectebus en van het Zandekesnest. En? Die wil dat geld niet weergeven. Nee, ook niet anoniem. Dat zou je zelf zijn. Dat moest niet met Barry zijn, bijvoorbeeld. Ik zou er ook alles voor doen. Ik zal alles doen van mijn maat. Ja, lekker. Allee! Fase, fase! Go, 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 go! Ja! Yes! Schuld! Kom aan, planen. Inlooien. Flikken! Dan ga je daar naar terug. Dat is broodroos! Zie! Politie, staan daar! Staan daar! Wie zit er achteraan? Kom aan. Kom aan. Dispatcheer Charlie 710. We zijn in achtervolging van die witte kabinet van het zwembad. Over. Flash, flash. Dispatch aan alle ploegen. Diefstal inderdaad op de collectebus aan het gemeentehuis. Verdachte witte bestelwagen rijdt richting station. Eén keer bezit te vragen. Dringend dekken. Of klopt de dieven zijn gewapend? Kom aan, man. Kom aan. Geef het gewoon op, jongens. Maar Lee, wat doet je nu? Niet te dicht op. Ik wil je niet nog eens kwijt. Ja, dat weet ik. Maar ik ben moeder en ik wil graag terug naar huis naar mijn kind. Moeder zit er thuis. Nu zijn we hier gangsters ontpakken, ja? Kunt je niet, toch niet voorbij steken. Dat straatje is te smal. We rijden die subiet wel klem. Je vlamt er nogal van door, hè, zeg. Kom aan, man. Aan de kant. Oh man. Pas op, pas op. Pas op. Ola. Oh, die zijn niet wijs, die mannen. Kleine, stop nou met scheet. Excuseer. Zijn ezel. Flash, flash. Onmiddellijk. Versterking in het park. Ik schiet je een banden kapot. Hou hem recht. Ja. Dichterbij! Dichterbij, Erik! Ja! Voorzichtig, hè. Voorzichtig! Erik heeft zijn wapen laten vallen! Blijf staan! Goed, Tineke! Blijf staan! Vuurlijn, hé! Blijf staan! Je kunt geen kant uit, man. Kom, we gaan naar die andere. Oké, wij hebben deze. Pak de gedden die eens gaan lopen. Jullie schieten er wat tegen nu. Recht daarvoor, kom. Hop. Kom eraf. Ik zei nee, niet. Kom eraf, man. Je moet het aannemen. Je moet geen klanen nemen. Hier naar op de politie geschoten. Gewoon niet aan mazel doen, maat. Kom naar binnen. Nee, je kan er toch niet op. Ik kan er niet op. Ik kan er toch niet op. Kan er niet op. Kan er niet op. Hij is nog bij kan, hè. Naar voren komen, hier. We gaan naar achter, idioot. Kom aan. Naar voren komen. Je kunt geen kant uit. Kom. Kom aan, man. Twee grote stappen naar voren. Nee, nee, niet doen. Pas op, pas op. Onnozelaar. Kan niet zwemmen! Je kan niet zwemmen, of wat? Alsjeblieft! Meneer, we komen nu helpen! Kan niet zwemmen! Sorry! Komt eraf, zeg maar! Komt eraf! Komt eraf! Langzaam, langzaam, langzaam! Draai die op je buik, plat op je buik. Plat op je buik, kom aan! Spreid uw armen in uw benen. Spreiden! Dat is spreiden! Ja, madame. Gaat het? Sorry, stang! Sorry, man! Sorry. Ja, sorry. Kom. Geef mij uw hand. Wie springt er nu ook in het water als ze hem niet kan zwemmen? Ga maar liggen. Op de grond. Ja. Spreid uw armen. Ja, laat zijn. Zit jij dan niet op onze collega geschoten, maat? Nee, madame. Dat werk ik niet. Ja.
Dat was die Klane. Ik is onschuldig. Spreid uw armen. Armen spreiden, gast, kom aan. Zit water in mijn oor? Ja, uw water in uw oor. En dan hoort je mij niet meer, of wat? Plooien. En we gaan staan. Ja. Kom maar, is dan. Hopla. Merci, meneer. Ja, Ali. Wow, sorry, maar... Wat? Van de koude water mag ik niet plassen. Maar kom aan, een ozelaar, zeg. Door naar de auto. Zeg, en dat waar was dat? Daar. Dit? Ja. De Rioja Crianza van 2006. Oh, dat is een goeie jaar, hè. Zeg, mannen, ik weet echt niet wat ik moet doen met al die spullen hier. Hier, deze, dat is ook iets schoon, hè. Wow, hè? Is dat niets voor u, Ines? 75A. Ik ken echt niks van vrouwen. Zeg, zal het gaan. Nee, dat is voor u, Floreke. Maar, ja. Kun je dat passen? Maar ja. Kan ik even spreken? Ja, kom maar binnen. Een broekje bij ook. Dat is wel een 36, dat is groot. Ik vind het afschuwelijk om deze achter Koen zijn rug te doen, maar ik weet niet meer wat ik moet doen. Tineke, zeg het mij een keer alstublieft. Mark, die vriend van Koen, die heeft ook geld gepakt. En veel. 45.000 euro. Maar ze hebben een kleindochterke en dat meisje heeft een harttransplantatie nodig. En Mark wil dat geld gebruiken om naar Amerika te gaan, omdat ze daar meer kans maken op een transplantatie. Dus... Heeft hij dat geld dan nog niet terug in die collectebus gestoken? Flor en Obi hebben dat geld nagedeeld uit die collectebus en daar zat nog 29.000 euro in. Maar wat gaan we nu doen met Koen? Want... Ik ga Flor en Obi sturen en zij kunnen dat geld dan gaan halen, oké? Okay? En Mark dan? Kijk, als ze het geld teruggeeft, dan gaan we het zo laten. Mm. Allee, kom. Stuur Flor en Obi. En jij, koprecht, hè? Ja, merci. Allee. Zoiets kunnen niet alleen leren kennen. Flor en Obi, jij moet even bij de commissaris gaan. Oké? Okay. Zou die fles maar laten staan, precies? Bon, doe de deur toe. Doe de deur toe. Dat is voor u? Dit? Ja, dat is voor uw gezelschap te houden als je nog eens in de vijver gaat zwemmen. Dat is een eend. Ja, dat is wel een zwaal, hè? Dat doe ik. Okay. Nee, dat is een dinosaurus, Erik. Er is hier maar één een dinosaurus, hè? Niet lachen met de commissaris. Bon, mannetjes. Politie stopt inbraakgolf. Proficiat, de inbrekers zijn gevat. Zij die nog moeten werken, een fruitsapje en al de rest champagne. Ja. Koen, kom hier een keer. Wat zeg je een keer, chef? Zeg, ik heb hier juist Obi en Floor naar uw kameraad Mark gestuurd. Dus ik weet dat, van dat geld. Hè. Is er nu niemand dat hier een beetje medeleven kan met die mensen? Die wil gewoon zijn kind, die wil zijn dochter redden, de chef. Verstaat dat niet? Koen, ik verstond dat wel. Weet je, ga ik er iets vertellen. Hè. Mijn eigen kleinkinderen, hè, die hebben ook geld opgeraapt. Weet je dat? Ik heb hem gezegd, hè. Ik zeg, nu ga je de spaarpot leegmaken. Het verschil, chef, is dat je kleinkinderen niet gaan sterven van hun spaarpotjes leeg te maken. Dat is het verschil. Koen, ik begrijp dat. Echt waar. Ik weet hoe close dat je met de markt bent en met die familie. Ik versta dat. Maar ik kan dat niet toelaten. Ga even naar huis, neem je een tijd. En als er iets is, mag je me altijd bellen. Dan weet dat. Ja. Vertrouwen. Dat is knap. Goedendag. Hallo. Is Mark thuis? Ja, kom maar binnen. Liefst wel niet te veel lawaai maken, want de Sterren is aan het rusten. Oké. Okay. Dag, Mark. Hey, laat me raden. Jullie komen voor dat geld. Ik hoef de Koen zelf niet komen, hè? Dat hem zijn vriendjes moet sturen. Mark, houd u kalm. Mark, je krijgt nog één kans om dat geld terug te geven. Anders dan gaan wij je moeten aanhouden. Ik heb daar rot geld niet meer. Oh. Waar is dat dan? Ik heb dat gisteravond in die collectebus aan het gemeentehuis gestoken.
Mark, we hebben die collectebus geopend en daar zat maar 29.000 euro in. Het is echt uw laatste kans, Mark. Kom aan, Mark, ik wil niet dat jij in een bak vliegt. Help me na, ja. We moeten misschien nog een rekenmachine hebben ook. Wij vinden deze ook moeilijk. Goeiedag nog samen en we zullen duimen voor sterren. Willen jullie nog iets zeggen tegen Koen? Ja, tuurlijk. Dat hem niet is uitgenodigd op sterren naar begrafenis. Ik vind het precies niet lekker. Jawel, maar ik heb gewoon niet zoveel honger. Het is een flinke les gelijk. Jij moet goed eten. Kom aan. Hij is wel een flinke man, hè. Nee. No. Huh? Hier zit jij. Zeg, waarom neem jij niet op? Je hebt al ik weet niet hoeveel keer zitten bellen. Wie is dat nu mee? Nee, maar ik kan me dat nooit vergeven, hè. Want dat geld hij moet teruggeven, dat is mijn schuld. Het kan ook nog een keer mijn schuld zijn dat zijn dochter waarschijnlijk kan verliezen. Hier staat een Big Boss himself, hè? Heb jij als kalender van mijn dochter gezien? Kalender. Zeg, meisje. Waar wil jij dat laten maken? Schoon, hè? Koop een kalender, steun de politie. Kalenders van de politie ten voordele voor sterren. Ja, kalenders te koop. Hey, onze chef staat er goed op, hè? Ja. Ja, onze chef. Ja, en jij ook, vind ik. Hier, Miss September. Ik vind alleen wel jammer dat het niet in lingerie is. Ah. Weet je wat ik jammer vind? Dat ze geen foto van u hebben gepakt toen je daar in het water lag. Hè? Mr. Wetsuit. Mr. Wetsuit. Van zo... En deze niet, zie je, is eer. Ik zeggen, ere. Van zo'n lijf kun je alleen nog maar dromen, hè, Erik. Ik begin al met te trainen voor de kalender van volgend jaar. Ja. Pas op, ik heb een sixpack. Er is alleen een airbag over afgegaan. Ja. Kalenders van de politie! Grootje graps. Kalenders! Nee. Ja. Wie komt er een kalender, alsjeblieft? Dat is mijn favoriete broodje. Ik weet het daarmee. En Barry is er toch niet zo zot van, dus. Ik kan het even voor nu. En nog een eentje. Dank u. We zijn oké, okay, hè? We zijn oké, okay, ja. En merci. Goedendag, allemaal. Ik ben Stafke en ze hebben me gevraagd als presentator. Mo, mag ik na als eerste agent Femke op het podium vragen? Want, commissaris, ga het, baas ik, een verrassing van jou. Absoluut, Stafke. Dames en heren, voor u staat er een gelukkig man. Maar vandaag wil ik alle eer brengen aan onze inspecteur die zichzelf weggecijferd heeft om de strijd tegen de misdaad aan te gaan. Dames en heren, deze eremedaille, dank u wel. Voor moed en zelfopoffering is voor inspecteur Femke. Dank u, commissaris. Merci, iedereen. Merci. Dat is ongelooflijk, hè, wat de mensen allemaal kunnen meemaken. Dan zou ik dus na op het podium willen vragen twee fantastische en schoon mensen, Werner en Gerda de Grave. Alsjeblieft. Goedemiddag. Ja, ik ben niet zo goed in speechen, want thuis voert mijn vrouw het woord, ziet je. Maar Gerda en ik willen u toch bedanken. Het is dankzij uw medeleven en de inzet van dit korps dat wij nu bijna al ons geld terug hebben. Hartelijk dank. Ja, dames en heren, mag ik u na terug op dit podium vragen? Leven, draai echt leven, mensen. Mark, Inge en Sterre, Astrid. Beste mensen, we vinden het geweldig dat het korps dit benefiet organiseert. En we willen ook heel graag zelf ons steentje bijdragen, dankzij en mede met deze cheque.
voilà, dames en heren, een check van maar liefst 30.000 euro. Alsjeblieft, mijn schatje. Merci, echt waar. Dank u wel. Dat is ons ticket naar Amerika voor het nieuwe hart van sterren. Dank u wel, echt waar. Dames en heren, komt dat zien, komt dat zien. Kom maar, komt er maar dichterbij, kom. Investeer in een kunstenaar met een gevestigde naam. Ik ben uw beste spaarpot. Maar ik kan het goed 80 leggen. Euro, eerste maal. Wie biedt er meer? 100 euro. Oh. 100 euro voor mevrouw de burgemeester. 100 euro, eerste maal. 100 euro, tweede maal. Verkocht aan mevrouw de burgemeester. Oh. Kijk hoe. Proef onze specialiteit, de Croque David. Vandaag gaat alle winst naar het goede doel. Ja, ik wil wel een Croque David. Komt eraan. Ik blijf colakken, want hij is weer in uniform. Ja, doe niet anders. Werken, werken, werken. Zeg, als je... Allee. Ik heb naar Amerika als je daar zit of zo. Ik heb er altijd eens naartoe willen gaan, dus geef mij een belletje als je in daar zit. Hè. Ik heb dat geld niet voor. Of het zou moeten zijn dat je nog wat in haar schuif hebt liggen van in dat beeld. Als je thuis nog wat hebt. Wat een keil, hè. Don't take me out of the battle, 'cause I can shoot on sight. Don't dare me, I'm not to mess with. I will win the fight. Life's a play with just one move. Curveballs will come on, I've got your back. Standing together, we'll make it. Let's get on track.